Mijn naam is Annabeth Flinterman. Ik werk sinds 2011 in het Diakonessenhuis als dermatoloog. En vanaf het begin af aan heb ik me toegelegd op de zorg voor met name kinderen met eczeem. Mijn opleiding heb ik gedaan in het UMC Utrecht, waar ook veel expertise over eczeem is. En in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En daarvoor nog ben ik gepromoveerd op het gebied van pinda- en notenallergie bij kinderen. En al die kinderen met pinda- en notenallergie die ik zag, die hadden ook eczeem. En ik heb gezien wat dat heeft betekend voor die kinderen. Ze sliepen slecht, ze hadden heel veel last van jeuk. En ouders maakten zich zorgen om hun kind en waren ook zoekende naar wat kan ik voor mijn kind betekenen. En dan horen ze van de omgeving adviezen over voeding, over huidverzorging, over de hormoonzalven. En ik wil heel graag die ouders helpen wat ze kunnen doen voor hun kind met eczeem. En dat doe ik niet alleen, dat doen we samen met eczeemverpleegkundigen. Daar nemen we ook de tijd voor over hoe moet je je huid goed verzorgen en hoe wordt het weer een sterke barrière. En als het nodig is en er meer problemen zijn, dan hebben we ook een allergoloog en een kinderarts waar we heel nauw mee samenwerken. En een enkele keer is het ook nodig dat we kinderen naar de psycholoog verwijzen. En die is ook hier in het Diakonessenhuis. En samen met het team zorgen we ervoor dat kinderen met eczeem een zo normaal mogelijk leven leiden. Want dat is wel het doel wat ik en wat het team heeft. En als we dan na een aantal maanden de kinderen weer terugzien en zien hoe goed het met de huid gaat, maar zeker ook hoe goed het met het kind zelf gaat, en zien dat hij soms een sprong in zijn ontwikkeling heeft gemaakt, of ouders ook aangeven, hè, minder boze buien, het kind zit lekkerder in zijn vel, ook figuurlijk. Ja, dat geeft heel veel voldoening. En dat we dat samen in dit allergiecentrum voor elkaar kunnen krijgen, ja, daar ben ik heel erg trots op.